Hoi, welkom bij deze gloednieuwe examentraining voor klas 4 MAVO over het onderdeel water. Ook dit jaar zal ik weer examentrainingen opnemen, net als vorig jaar. Die kan je overigens ook terugkijken op dit kanaal. Uh, maar laten wij nu snel beginnen. Nou, wat gaan we doen? We gaan vandaag een examen van uh, VMBO GLTL van 2023 tijdvak 2 behandelen. Het gaat specifiek over het onderdeel water in Nederland en je krijgt dus vijf vragen. Die we samen gaan doen. Nou, hoe gaan we dat doen? Want jij doet ook mee. Dat is zeker de bedoeling. Dus uh, ik lees de vraag voor. Vervolgens zet jij de video op pauze. Dan schrijf je het antwoord op. Of in ieder geval het antwoord dat je denkt dat het is. Schrijf je op. En vervolgens ga ik je het antwoord geven. En ga je door naar de volgende vraag. Dus we starten met vraag 17, want dat is de eerste vraag die gaat over water in het examen van 2023 tijdvak 2. Bekijk bron 14, die zie je hier al in beeld. In bron 14 zie je een hoge waterstand in de IJssel bij Deventer. Stedelijke bebouwing heeft invloed op de piekafvoer van de rivier. Leg dit uit en doe het zo: geef eerst. Of door de bebouwing de piekafvoer van de rivier groter of kleiner wordt. En dan vervolgens geef, geef je daarna aan waardoor de piekafvoer verandert. Dan is het nu het moment voor jou om de video pauze te zetten, want dan ga je hem opschrijven en ga ik nu het antwoord geven. Nou, het antwoord is dat bij een hoge waterstand en je hebt veel bebouwing in een stad, want dat betekent dus stedelijke bebouwing. Dan heeft dat invloed op die hoeveelheid water. En op dat moment wordt die piekafvoer dus groter, want het water kan niet wegzakken in de grond. Dus door die bebouwing zakt het niet weg in de grond, maar stroomt het af via een riool richting de rivier. En dat gaat gewoon minder snel dan dat het echt letterlijk in de grond kan zakken. Laten we doorgaan naar vraag 18. Dan gaan we. Kijk kijken naar dezelfde bron als daarnet, dus bekijk bron 14 nog een keer. De ijssel voert in de wintermaanden meer water af dan in de zomermaanden. En de vraag is: geef een natuurlijke oorzaak voor dit verschil? Zet de video op pauze. En dan ga ik je nu het antwoord geven. Wat ik ten eerste wil dat je doet, is dat je heel goed oplet dat de vraag is: dat je een natuurlijke oorzaak geeft. Want er zijn natuurlijk wel meer oorzaken. Maar we kijken nu naar de natuurlijke oorzaak. En de natuurlijke oorzaak, ik zal ik ook even voor je in beeld zetten. Het kan zijn dat er minder verdamping is in de, zomer, in de wintermaanden, want het is gewoon minder warm. Maar ook dat de vegetatie, dus de plantjes, minder water nodig hebben, zodat er ook meer water afgevoerd moet worden. Je hoeft er maar één oorzaak te noemen. Dus heb je één van deze twee, dan heb je al een punt en heb je het goed gedaan. We gaan door. Vraag 19. Bekijk bron 15. Ten zuiden van de stad Kampen is een nevengul aangelegd. Beargumenteer dat in de stad Kampen de kans op wateroverlast verandert door de nevengul. Doe het zo. Kies eerst of de waterstand in Kampen tijdens hoogwater hoger of lager wordt door die nevengul. En geef daarna een argument voor je keuze. Zet hem hier weer even op pauze voor jezelf. Vul het rustig in op je papier. Zorg ook dat je twee dingen dus invult. En dan ga ik jou nu het antwoord geven. Nou, als je heel goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je inderdaad kampen. En dat doorkampen. Ik zal even met je meekijken. Hier zo die ijssel stroomt. En daarvoor, ten zuiden dus, dat zeggen ze net in de tekst, ligt die nevengrul. En die watert dus af op dit water. Dus we moeten kijken. Door die nevengul, dus de gul die ernaast is gemaakt, want dat betekent de nevengul. Is die waterstand in kampen echt lager, want er wordt dus water afgevoerd. En kan er dus water wegstromen, zodat dat niet direct door kampen stroomt en dat kampen minder snel overstromen? Ik hoop dat het duidelijk voor je is. Vind je het lastig? Bekijk dan nog even goed het plaatje. Dan zijn we bij vraag 20. En dit is zo'n vraag. Waarbij je wat je kan krijgen dat je denkt: Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Lees dan gewoon rustig de tekst. Bedenk een logisch antwoord dat past bij, in dit geval, de duinen. Ik zal het zo voor je voorlezen. Maar raak in ieder geval niet in paniek. Nou, we gaan de vraag lezen: Bron 16. Bekijk bron 16. Bij de kwal in Castricum wordt oppervlaktewater uit het IJsselmeer in de duinen geïnfiltreerd. Na een aantal weken wordt het water weer uit de duinen gepompt en verder verwerkt tot drinkwater. En dan de vraag: Geef de oorzaak waardoor oppervlaktewater naar infiltratie geschikter is als drinkwater dan ervoor. Mag je mijn pauze zetten? En dan ga ik je natuurlijk nu het antwoord geven. Het antwoord is dat die filterende, zuiverende werking van het duinzand Um, zeer geschikt is om water te zuiveren. Nou heb ik er nog even een plaatje bij gezocht van het internet, want ik was zelf eigenlijk ook wel benieuwd, en dat is deze. En dan zie je eigenlijk veel duidelijker dat die ook in het duinen ligt. En zij pompen dus echt rivierwater, of water uit het IJsselmeer in dit geval, in dat duinwater. En um, dat pompen ze dan nadat ze het erin hebben. Uh, gepompt, pompen ze het weer op en daar maken ze drinkwater van. En dit doen ze dus op een natuurlijke wijze, doordat het zand in de duin de bacteriën en de virussen uit het water haalt en doordat het dus heel langzaam in de bodem zakt tussen die zandkorrels door, zuivert dus het water op een natuurlijke manier en is dat dus een heel mooi proces. We gaan verder met vraag 21 en ook dit soort vragen. Die heb je vast niet altijd allemaal geleerd. Daarom zou ik zo meteen ook nog een ander stukje beetpakken voor jullie. Dit gaat over een regenton. Nou, bekijk bron 17. Huishoudens kunnen subsidie krijgen als ze een regenton kopen. Geef een reden waarom waterbedrijven deze subsidie steunen. Dit is een kwestie van logisch nadenken. Dus denk ook gewoon even rustig na. Hoe schrijf ik dat op? En neem een stukje van de vraag mee terug in je antwoord. Zet hem even op pauze. Dan ga ik hier het antwoord geven voor jullie. En het antwoord is eigenlijk dat huishoudens gebruiken gewoon door die regenton minder drinkwater. Want vaak wordt de tuin toch ook gesproeid met regenwater. Of, sorry, met drinkwater. Dus uh, door regenwater te gebruiken, gebruik je minder drinkwater. En is dat dus duurzaam. Nou, hebben ze nog meer van dit soort dingen. En daarom wilde ik je dat even laten zien. Bijvoorbeeld, ze hebben een regenschutting ontwikkeld. Kan je dus tussen je eigen schuttingdelen, zoals je hier op de foto ziet, een regenschutting plaatsen? Ook daar krijg je de subsidie voor. En um, dan kan je daarmee dus je tuin sproeien. En dan zie je, als je goed kijkt, zie je zo'n kraantje daar zitten. En daar kan je dus het water mee aftappen of je sproeieinstallatie op aansluiten. Een nadeel wel is dat de waterberging beperkt is van deze schuttingdelen. Dan. Zijn we nu al bij het einde gekomen van deze video? En ik ben wel heel erg benieuwd, hoe heb jij het nu gedaan? Laat het even achter in de reacties. En wil je nou het hele examen indelen op deze manier oefenen? Kijk dan in de playlist van um, examentrainingen en maak dan het hele examen van vorig jaar van 2023, tijdvak 2. Heel veel succes met leren. Bedankt voor het kijken en abonneer je op dit kanaal.